Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd, want we zitten hier bij de Sales Leadership Academy aan de Kaag. Prachtig natuurlijk om hier ook een opleiding te mogen volgen voor iedereen die hier komt. Maar we zitten met iets heel anders vandaag, want we constateren toch een klein probleem in het commerciële landschap. En wat is dat? Nou, het probleem wat ik met name zie, en volgens mij jij ook als marketeer en ik ben dan de salesman, is dat we eigenlijk in sales en marketingland ons niet of nauwelijks hebben ontwikkeld in het samen meer vinden en binden van nieuwe klanten. Het zijn twee verschillende silo's. 10, 20 jaar geleden hadden we daar nog een excuus voor. Maar nu, die excuses zijn weg en we moeten dat oppakken. Ja. En de noodzaak is volgens mij ook heel erg groot geworden voor bedrijven om ze efficiënt en zo effectief mogelijk commerce te bedrijven. Dus dat betekent dat we het kunnen ons niet meer permitteren om apart te werken. We moeten het echt nu samen doen en samen plannen bedenken om onze klanten, maar ook ons bedrijf te helpen te overleven eigenlijk. Zeker. En ik denk de organisaties die dit niet oppakken, zullen heel snel ingehaald worden door de organisaties die het wel oppakken. Want sales en marketing heeft hetzelfde doel. Klanten vinden en binden. En toch werkt sales en marketing onvoldoende goed samen. Terwijl het helemaal niet nodig is. Technisch kan het. Strategisch is het noodzakelijk. En ik denk dat als wij een goede postgraduate opleiding sales marketing alignment neerzetten, dat we de wereld echt een plezier doen. En met name hier in Nederland om hiermee te beginnen. En dat pragmatisch, praktisch en op een hoog kwalitatief niveau kan. Ik denk in ieder geval dat we al iets hebben bedacht waarmee we een eerste trigger kunnen zetten om jullie iets meer hierover te vertellen. Van hoe je dit kan oppakken. Heel erg praktijkgericht. Dat vond jij ook heel erg belangrijk. En nu is het aan jou om je volgende stap te zetten. En je volgende stap is kijken. Kijken en doe er wat mee. Want stilstaan, ja, dan ga je op achterstand komen te staan. Tot snel.